dus een korte voorbereidingstijd gehad. 1500 man bij elkaar verzameld en het materieel in 3 schepen laten vervoeren. Nou, ga je met vliegtuigen naartoe en dan mag je daar beginnen om 2 kampen te bouwen in de provincie Oeruzgan. Ik ben in 1956 geboren in Enschede en mijn ouders komen allebei uit Wierde, dicht bij Almelo. Dus ik ken Almelo ook wel wat. We wonen nu in Nijverdal, mijn vrouw en ik. Dus we komen ook regelmatig hier voor boodschappen en voor allerlei andere zaken. Dus Almelo is me wel bekend. Ja, als afronding van mijn militaire loopbaan ben ik gevraagd om adjutant-generaal van koningin Beatrix te worden. Ja, dat is echt een heel bijzondere functie aan het hof. Dus in Paleis Noordeinde en echt dagelijks contact met de koningin. En bij de inhuldiging werd ik gevraagd door de nieuwe koning om ook hem nog een tijdje te dienen, te ondersteunen. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan tot eind 2013. Ja, de koning heeft een groep militairen, een groep luitenant-kolonels, die hem ondersteunen bij al zijn bezoeken. Bij alle evenementen noemen we dat, die georganiseerd moeten worden en waarbij die begeleid moet worden. En je herkent die mensen vaak op televisie, omdat ze op de achtergrond in uniform zichtbaar zijn. Ook als het helemaal geen militair evenement is, bijvoorbeeld een opening van een ziekenhuis of zo. Ja, nu in coronatijd is het veel en veel minder. Soms komen die evenementen op televisie, maar er zijn ook heel veel werkbezoeken die helemaal niet op tv komen. Dus echt vele honderden per jaar. Wordt niet allemaal door de koning zelf gedaan, sommige ook door de koningin of door de prinses. Ja, en hoe was dat om zo dicht bij, bij die koninklijke familie te zijn? Ja, dat is mooi. Het is een hele mooie omgeving om te werken. Maar het zijn ook heel prettige mensen om mee te werken. En vooral alle bezoeken aan het land, maar ook aan het buitenland, zijn echt bijzonder interessant om mee te mogen maken. Ik ben ook nog kanselier van de Nederlandse Orde in Nederland. En dat houdt in dat ik ga over de lintjes. Over alle decoraties die we in Nederland geven als beloning voor mensen die iets bijzonders gedaan hebben. Bijna altijd vrijwilligerswerk, soms ook voor beroepsmatige prestaties. En dan heb je het over Ridder Oranje Nassau. Of misschien wel Ridder Nederlandse Leeuw. En dat oranje speldje wat je daar op mijn revers ziet zitten, dat is een teken dat ik officier ben in de huisorde van Oranje. Dat heb ik van de koning gekregen als een bedankje voor 5 jaar dienen aan het hof. En aan de andere kant zie ik ook nog een bijzondere speld. Ja, die speld aan de andere kant is de veteranenspeld. En de veteranenspeld krijgen militairen die op missie zijn geweest. Ik heb 2 missies meegemaakt. Eentje in Bosnië in 1993 en 1 in Oeruzgan in 2006. En hoe kijkt u daarop terug? Ik kijk daar met heel veel plezier en ook met een beetje weemoed op terug. Ik moest eruit in 2013 vanwege mijn leeftijd, maar ik heb een heel mooie tijd gehad.